sketchy. Hoe we naar die kamer gaan, heel mooi stukje. Ja. Hoog. Zie, want er zit ook een kantelpunt op. Het zou ook goed kunnen dat het gewoon echt voor het staal is, hoor. Ja, want er zijn zoveel bakken, dat is net alsof ze dat gewoon het main product is. Wat vet, hè, die planten die er zo uitgroeien. Dit is een opening. Of zijn kanten die ik wat? Oh ja, dat is een ijzer. Apart, hè, dat ding. Kijk hoe dik die wand is ook. Oeh, dit ziet er ook creepy uit, jongen. Zo, dat raam is gewoon gesmolten. Zie je dan? Kijk die wc hoe zwart die is. Dit zijn alle wc's. Ja, maar ik zie raars. Er zijn geen wc's meer. Is er weer een stroomkast? Daar staat de computer in. Surfer wel. Zo kijk dit helemaal gesmolten gek. Die is wel wat warmte vrijgekomen hoor hier. Die hele boekwerk.
Oh, dit is wel echt lijp, man. Kijk dan, hoe friki. Zo voor de lab of zo, hè? Het zou er geweest zijn. Hartje. Prospect. Ik zo'n lekbak erin en af. Ja, ik voel het ook. En al die kopjes in staan nog, zie je dat? Mm-hmm. Oeh, dit voelt echt fout, spel. Wow. Dat was een natuurliefhebber. En werkt in een lab. Ik zie mijn naam op die flesje staan waar ik nog nooit van heb gehoord. Ik kan niet eens opdoen, denk ik. Disopropylamin. Zou ik je handje maar niet induwen naar water, denk ik. Hier zit nog zo'n buisje in, zie je dat? Zo'n meetdingetje. Komt zeker. Ja, ja. Kijk dan al die foto's van die vissen en zo. Nature freak. Dit beeld is zo vaag zo. Weer terug. Zo gek. Het heeft staan branden, jongen, hier. Ook in de controlekamer. Mm-hmm. Zoiets. Kijk, dat sloot zit er heel veel. Mm-hmm. Heel fout. You. Nee man, hier bouwen ze die stroom op, man. Hier bouwen ze die stroom op.
ik denk van overgebleven stoom of zo, van hitte. Dan maken ze weer in stoom. Ik krijg van die stoomturbines die stroom opwekken. Maar kijk dit ding, hè. Zo. Kijk, zie je? Wikkelingen hierin. Ja, maar moet je eens kijken, als je daar naar die as kijkt, ze hebben er gewoon helemaal doorgehakt of geslepen of met boren. Snijbranden. Je kent wel, maar hoe krijg je een hens nou in die pakjes? Purlift. Purlift. Purlift, ja man, met snijbrander. Ze zijn niet echt grondig te werk gegaan, jongen. Niet meer normaal. Hoe krijg je die gekke as helemaal eruit gedeeld? Ja, hier, snijbranden en dan naar die kant trekken met een purlift. Ze hebben hem daar doorgesneden. Ja. Hebben ze een pul gedaan. Naar die trap toe, want als ik naar die trap ga... Net op. Want dan kijk je naar die trap. Moet je die trap zien, die is helemaal gebogen. Naar die kant toe. Oh ja, dan hebben ze hier een gat gemaakt, hier een lier doorheen, zie je? Juist, gek. Ja, hier dan kabel, ja, trek je hem precies rechtdoor. Hier al die relingen weggeslepen. Niet geslepen, ook met snijbrander. Kijk, mensen, kijk hoeveel moeite ze hebben gedaan. Maar hier is dat dan een partijtje koper omheen dan, of niet? Ja, daar word je helemaal niet goed van. Dit is wel heel lep, hoor. Kijk daar op dat paneel. Kon ze precies zien. Hier doet zout pompen. Wat een. Allemaal ampère meters. Kijk, ampère tot 2500 ampère, gek. Oh. Maar ik denk niet dat dit van de hele kost, hè? Ik weet niet hoe dit gebouwd is. Kilovolt. Voltmeters, de barrières. Turbine 6, turbine 7. Ja, ze hebben hun werk wel gedaan hier, gek. Het kopen. Holding on. Heeft hij iets doorgelegd?
ruikt ook niet zo gezond. Het ruikt heel raar, hè? The fuck is dat dan? Zo groen, groen-blauwachtig. Vraag zitten. Dit is wel lang, man. Je werd dan die platen gewassen, het kwam er zo uit. Archeoloog is ook leuk, man. Kom daar denken we. Ja, zo kijken we niet en bedenken hoe het. Ging bijna, zeg hem. Waar loopt dat naartoe naar buiten? Ja, daar is een gang in beneden. Wacht even, we gaan zo naar boven die kant op.
Moet je nagaan als je dit moet controleren, heel die band. Hier wordt wat donker. Zo echt, hè? Het is warm hier binnen ook. Niet meer normaal. Ik schrok ook even. Ging je of niet? Wow, crazy man. Ja, kijk, we zitten nog best hoog, of niet? Ja. Ja, ik zie de bodem, zie ik niet. Ja, een beetje. Daar liepen we net met of iets hoger. Ja, iets verder. Oh ja, natuurlijk ja. Ook wel. Zo stoffig hier, dat is niet meer normaal. De stof gaat voor ons uit, dat is al kut. Zo echt naar de glijbaan, hè? Hier dan. Dus die shit die ze erin gooien. Zo, deze vloer voelt niet lekker, man. Niet. Nee, ik zeg niks. Ik kan mijn hart pas aan bouwen. Oh ja. Oh, hier heb je niks aan, joh. Kom ineens. Kom dan beter die trap pakken, man. En zelfs die komt niet eens zo ver. Je moet die toch gewoon naar beneden kunnen op een normale manier. Moeten we dat dadelijk helemaal teruglopen? Oh.
Deze loopt ook dood, hè, of niet? Ja, hier ook, ja. Ja. Heel vaag systeem. Daar zitten weer leidingen en dingen. Zodra die hier komt, klapt het gewoon open. Daar lijkt het op. Helemaal onder water daar. Het is ook helemaal weggerot, hè, die bak eronder.
Nee. Een paar dingen. Zie je, dat draait gewoon rond. Als je goed kijkt, zitten van die schoepen in het water. Zie je dat? Hier zit er ook een. Het is gewoon om het een beetje, ik denk die prut toen de tijd, even een beetje vloeiend te houden. Cool, hè? Maar dat ding is leeg. Ja. Zal wel, ja, denk het wel. Zal wel voller hebben gezeten, hoor.